Beste kijkers, hartelijk welkom bij Licht op Leiden, alweer de 48e uitzending. Wij zijn te zien als vanouds bij Ziggo op kanaal 46 en bij KPN op, althans in Leiden, op kanaal 1421 en online over de hele wereld. We hebben vandaag, vinden wij, weer een bijzondere gast, Jaap Visser. Jaap, hartelijk welkom. Dank je, Tom. Jij bent meester op vele wapenen, je bent journalist, je bent althans journalist zeker geweest. Je bent het nu misschien wat minder, maar je bent ook schrijver en je bent uitgever. Je bent een Leidenaar. Dat wil zeggen, je woont niet in Leiden, je hebt vroeger in Leiden-dorp gewoond. Hoe zit dat? Ja, nou ja, ik ben van huis uit Fries eigenlijk. Mijn ouders zijn Fries. Op zeer jonge leeftijd, 1 of 2 jaar leeftijd, in Leiden-dorp neergezet. En middelbare school in Leiden georiënteerd. Eigenlijk voel ik me gewoon Leidenaar. En in Oegstgeest wonen, daar voel je je nog steeds ook Leidenaar natuurlijk. Ja. Dat is, de dienverstanden, dat delen wij volgens mij, Ton. We liever vandaag dan morgen groot Leiden gerealiseerd zien worden. Wat ons, ja, al was het alleen maar vanwege de financiën die dan een stuk florisanter zouden kunnen zijn. Ja. En de wetenschap dat zowel Leiden-dorp als Oegstgeest zich in dat gezelschap uitstekend zouden kunnen voelen. Lijkt mij ook. En op geen enkele manier weggecijferd zullen worden. Nee. Die verwachtingen hebben wij dan ook. Maar goed, of dat ervan komt, dat weten we natuurlijk niet. Maar je bent in Leiden bij iets heel specifieks gaan doen. De journalistiek in direct al? Ja, nou ja, min of meer direct. Ik zat op het Visser het Hoofd Lyceum, gymnasium, oude stijl. Alfa, pretpakket. Wilde eigenlijk de school voor journalistiek in Utrecht gaan doen. Dat was toen de enige journalistieke opleiding in Nederland. Ja. Was bijna niet op te komen. Dus ik werd ook uitgeloot. Mm-hmm. En op aandringen eigenlijk van mijn vader ben ik toen rechten gaan doen in Leiden. Dat heb ik precies 4 maanden volgehouden. En toen ben ik bij het Leids Dagblad gewoon naar binnen gewandeld. Echt letterlijk. En daar trof ik de eminente hoofdredacteur uit die tijd, Han Mulder. Met de benen op het bureau in een karakteristieke houding. Verscholen achter de krant. Ik dacht dat het om de... Ja, dat is hem. Han Mulder. De man die mij aangenomen heeft. Ik dacht dat het om de portier ging. En ik zei, hey. En de krant zakte. En daar kwam het wijze hoofd van Han Mulder tevoorschijn. Ja. Die ik natuurlijk kende. Want hij kwam ook geregeld op televisie. Maar hij vond het wel aardig dat er zo'n belhamel binnenkwam. Met de vraag of er wat te doen was op de krant. Nou, dan ben ik vervolgens 11 jaar blijven hangen daar op het Leids Dagblad. Ja, eenzelfde soort verhaal hebben we gehoord van Miep Smitslo. Die vorige week trouwens 65 jaar is geworden. Ja, Miep, van harte. En die nog van harte moeten feliciteren. Die Miep was mijn overbuurvrouw op de krant. Zeg maar, wij onze bureaus stonden tegenover elkaar. Ik heb van Miep, die ongelooflijk snel kon tikken. Daar was ik stinkend jaloers op. Ja. En met 10 vingers. En ik met mijn 2 vingers probeerde mij een beetje op te trekken aan Miep. Maar er is een goede vriendschap uit voortgekomen. En ik heb van Miep ook het nodig opgestoken. Ja. Nee, precies. En Miep is er op de huidige dag vandaag actief in datzelfde Leids Dagblad. En jij ook als columnist. Klopt. Precies. En dat blijf je ook nog wel een tijdje doen, denk ik. Ja, dat is gewoon een liefhebberij ook. Ik ben gek op de stad en de omgeving van de stad. En het heet ook Visser in de stad. Ik bijvoorbeeld op zaterdag. De zaterdag kan voor mij niet geslaagd zijn als ik niet eventjes op de markt ben geweest. Ja, dat soort dingen. Dus geschrijven over de stad. Krijg je er reacties op? Ontzettend veel. Ja werkelijk? Ja, echt. Dat is bizar werkelijk. Negatief, positief? Soms ook negatief, ja. Okay. Er zijn mensen die mij van alles verwijten. Dat ik altijd hardwerkende mensen de maat neem. Okay. Alsof hard werken de maat der dingen is. Maar met name ook positieve reacties en uit vaak onverwachte hoek. Ja, we zien hier ook een foto waar jij als beginnend journalist... Ja, met een permanentje in mijn haar nog. Een sportpermanentje wat je in eind jaren 70 had. En Willem van Hanegem koep. En je hebt iets... Je hebt iets in je handen wat geen permanentje meer heeft. Nee, precies. Dit was er is laatst een hele serie in het Leids Dagblad over geweest. Ook de opgravingen in de Pieterskerk bij de renovatie. Robert Omers. Ik was daar met onze huisfotograaf Jan Holvast. Okay. En het was wintertijd en de bondmuts van Jan Holvast heb ik van zijn hoofd getrokken. Okay. En heb ik daar op een schedel gezet.
En zei die mevrouw, ik weet niet meer haar naam, maar hier zelfs in ieder geval de conciërge van de, okay. van de Pieterskerk. Van de Pieterskerk, maar wat jij... ja, merkwaardig, want die graven lagen dus open en alles, alle skeletten en hoofden lagen voor het oprapen. Ja. Ik weet, mijn collega wiskundeleraar Robert Omers is daar jaren mee bezig geweest. Ja, zeker. Het aardige is, op de volgende foto... die we natuurlijk ook even laten zien, is dat je daar weer met zo'n geweldige coryfee van het Leids Dagblad... Ja, mijn journalistieke vader, Ruud Pauw. Ruud Pauw, precies. Maar dan ben je al bezig met een boek? Ja, dit is 2008. Het was 80 jaar na de Olympische Spelen in Amsterdam. Okay. En Ruud Pauw is dé Olympische kenner bij uitstek in Nederland over de geschiedenis van de Olympische Spelen. Hij is eigenlijk de enige die er alles vanaf heeft. Hij weet er echt alles vanaf. En hij wilde ooit het boek, het definitieve boek maken, het allesomvattende boek over de Spelen van Amsterdam. Maar hij was inmiddels op een leeftijd aangekomen dat hem dat... qua concentratie en zo niet helemaal meer lukte om alles heel goed op een rijtje te krijgen. Vond ik trouwens zelf wel meevallen. Hij was daar zelf sceptisch over, maar ik vond dat reuze meevallen. En toen hebben we besloten om het boek samen te gaan maken. Okay. Dus ik met mijn, mijn journalistieke vader. Ja, dus we zijn hier, staan hier gebogen bij de drukkerij over de proeven van het boek Amsterdam 1928. Ja, maar nou ben je eigenlijk alweer verder dan... want we zaten natuurlijk nog een beetje in jouw journalistieke loopbaan. Een enorme tijd tussen, Ja, daarom. En ik denk dat we op de volgende foto... dat we daar iets heel anders zien. Ja. Dat is een prijs, een bokaal die je wint. Dat klinkt een beetje... Was dat voor je journalistieke werk? Nee, dat was voor een boek wat wij toen... dit is de Nico Scheepmaker bokaal. Dat is de prijs voor het beste sportboek van het jaar. En een nationale prijs. En dit is bij de uitreiking daarvan. Okay. En het klinkt een beetje arrogant misschien. Maar ik weet niet eens meer voor welk boek het was dit. Ik dacht dat het de biografie van Hanegem, van Willem van Hanegem was. Okay. Maar ik weet het niet helemaal zeker. Het kan ook een ander boek geweest zijn. Daar komen we nog op Willem van Hanegem. Dat zeker. Ja. Maar ik denk dat de volgende foto voor jou nog een van de dierbaarste van de laatste jaren is. Dit is vanaf mijn geliefde steiger achter het huis. En het water hiervoor, daar heb ik een paar uur geleden nog in gelegen. Daar zwem ik graag in winterdag en zomerdag. En dit is het uitzicht op het... Leg het uit voor de paar kijkers die het nog niet weten. Nou ja, dit is het waterrad. Kunstwerk van Han Roebers heet de man. Een kunstenaar uit Koudum, beeldend kunstenaar. En die in Oostgeest. Dit is in Oostgeest. Dit is dus aan de rand van Poelgeesterwijk. Ja. En achter het, even voor de duidelijkheid, achter het rad zelf loopt het spoor. Ja. Dus het spoor Leiden-Amsterdam. Ja. En dit is voor veel geld neergezet door de gemeente in een jaar of 15 geleden. En er hebben zich twee kleine minimale incidentjes plaatsgehad, ongelukken. Waarbij kinderen betrokken waren. En toen heeft de gemeente besloten om het waterrad te schrappen. En het moest vernietigd worden. Ja. En daar ben ik zo verschrikkelijk kwaad om geworden. Ja. Want dat is natuurlijk een maatregel. Het is zo gemakzuchtig bestuur om het op deze manier aan te pakken. En toen heb je een furieuze column geschreven. Van dat ze met de fikken van het waterrad af moesten blijven. Ja, want als je dit... Het probleem was volgens de gemeente dat het niet veilig te maken was. Mm. Maar het is ook helemaal geen speeltuig. Het is niet voor kinderen om op te spelen. Dus het zou hetzelfde zijn dat als je een kind in de sloot lazert, dat je alle sloten gaat dempen. Of als een kind uit een boom valt, dat je alle bomen gaat vellen. En staat het er nog? Maar de omgeving heb ik meegekregen. En er is ook een handtekeningactie gehouden voor behoud van het waterrad. En ik geloof dat de gemeente nu inmiddels op zijn schreden is teruggekeerd. Okay. Althans, de sloop is uitgesteld. Maar van uitstel komt absoluut afstel in deze. Okay. Al moet ik er zelf op gaan klimmen en me vastketenen aan het rad. Precies. Dus wij kunnen deze foto de titel overwinning geven. Ja, absoluut. Ja, dit ervaar ik als een zegen. En je weet ook dat je in die dagen ook nog werd uitgeroepen tot de Leina van de Week. Ja, dankzij jou, hè? In het programma Licht op Leiden. Juist. Ja, precies. Ja. Daarom. Ja. Goed, wat leuk. Maar we gaan het nou over iets heel over iets ernstigs hebben. En ik vraag eigenlijk aan de regie of ze daarvoor het volgende filmpje willen starten. Dat duurt 3 minuten en 1 seconde precies. Okay. En we laten het helemaal zien. Goed zo. Volgende week ook op Bordes of nu 2-in-1?
Ja, ik vind dat alles gevierd moet worden. Maar ik weet niet of het bestuur de gelegenheid geeft om... en ook het stadsbestuur van München de gelegenheid geeft om... drie keer naar het balkon te mogen gaan. Dus dat weet ik niet. Maar volgens mij kan je dat zelf bepalen inmiddels in München. Nou, ik moet wel zeggen... het grote verschil is... dat de wijze waarop ik het kampioenschap gevierd heb in München... dat het hier enorm gewaardeerd wordt. En dat werd niet gewaardeerd in Nederland. Dus er is een groot onderscheid in cultuur. Ja, dat klopt. Een van de criticus zit hier aan tafel in de persoon van Jaap Visser. Die vond dat je jezelf, als ik het vrij mag vertalen, Jaap, te veel op de voorgrond stelde. Ja, nou, ik vind dat soort balkonscènes, ja, maar dat is hoofdzakelijk een kwestie van smaak, denk ik. Ja, die vind ik vreselijk, eigenlijk. Ik zou zeggen, laat het feest lekker aan de spelers en ga op de achtergrond een biertje drinken als trainer. Zoals veel trainers dat ook doen. Nog behoefte om te reageren, Louis, hierop? Ja, dat is weer een domme reactie van... Nee, dat is niet dom. ...uit Nederland die toevallig ook iets mag zeggen. Nee, Louis, maar, dat is een kwestie van smaak, zoals ik al zei. Mag ik ook wat zeggen? Volgens mij heb jij net wat gezegd. Is goed. Dat is typisch weer Jaap Visser. Ja. Kijk, ik word uitgenodigd om wat te zeggen. En de spelers ook. Alleen het probleem is dat de spelers meestal niets zeggen. En ik wel. En dat is het ook een voorbeeld... voor het feit dat ik me altijd voorbereid op zo'n op zo'n feest. En de spelers doen dat meestal niet. En volgens mij hebben de supporters daar beneden enorm genoten. Dat hebben ze ook laten zien. Dat hebben ze ook in Nederland laten zien, dat ze enorm genoten hebben. Maar er zijn altijd journalisten, zoals Jaap Visser, die dat dan... vinden dat de trainer zich op de voorgrond stelt. Nee, je wordt uitgenodigd. Je wordt zelfs gedwongen om iets te zeggen. Maar hij weet het natuurlijk vanaf zijn plaats altijd beter dan ik. Ja, ik zou het nooit zo gedaan hebben, maar ik ben ook geen trainer. Nee, maar je bent ook inderdaad geen trainer. Maar je hebt helemaal geen notie van het feit wat er bij zo'n kampioenschap gebeurt. Nou, dat is niet waar. Dat heb ik vaak genoeg zelf van de lijf ondervonden. Nee, je bent nooit kampioen geworden, Jaap Visser. Oh, ik ben vaak genoeg kampioen geworden, alleen niet met zo'n mensenmassa. Maar niet van Duitsland, en niet van Spanje en niet van Nederland. Louis, we hopen je in ieder geval nog één keer op het bordes te zien. Als beste van Europa. Goedenavond, bedankt. Maar ja, top. Louis van Gaal. Dat is ook weer typisch Louis, hè? Kan niet tegen kritiek. Nou, volgens mij hing die niet op. Oh. Nee. Okay. Toch? Maar goed, ik hoorde hem nog wel zielig roepen, dus... Ja, al dan niet opgang en dat is niet helemaal duidelijk. Dat werd later wel duidelijk. Dat hij dat wel gedaan had. Ja, hij had de hoorn op de haak gegooid. En toen kwam de regisseur na afloop naar me toe. Hij zei, we hebben 3 jaar geïnvesteerd in het herstellen en in het opbouwen van een goede relatie met Louis van Gaal. En kan Jaap Visser op bezoek en we kunnen opnieuw beginnen. Ik zei, nou, van harte gedaan. Ja. Voor welke uitzending was dit? Dit was Sport 1. Dat was naar aanleiding van het kampioenschap van Bayern München met Louis van Gaal in Duitsland. En toen heeft hij als een... ik heb toen in een column ook geschreven dat het sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer was voorgekomen... dat iemand met zo'n kabaal op een balkon in Duitsland had gestaan. Ja. En die spelers waren ook helemaal verbijsterd, hè? Die zaten elkaar aan te kijken van wat hebben we hier voor gek in ons midden. Ja, die wisten niet wat er dan. Maar Louis zei dat het geweldig was en dat iedereen het erg van genoten had. En dat het ook gevraagd was aan hem om dat te doen. En volgens de sociale media had hij gelijk en jij niet, geloof ik. Ja, ik zag ook dat er reacties waren van... Van Gaal leest Jaap Visser de les en prima. Dat boeit me verder niet. Precies. Maar met Louis van Gaal heb ik eigenlijk al heel lang een soort van haat-liefde verhouding. Je hebt ook nog wel een liefdeverhouding. Nou ja, ik vind het een enorme vakman. Ja. En daar heb ik heel veel waardering voor. Maar alleen de manier waarop hij meen journalisten de maat te moeten nemen. Ja. En zijn omgangsvormen, daar ben ik niet van gediend. Maar heb je ook later met hem goed kunnen maken? Hij is niet zo van goed maken. Nou ja, hij heeft wel een keer... We hebben ook een keer een telefoongesprek met elkaar gevoerd. Dat was schreeuwen tegen elkaar in op een gegeven moment. En toen zei hij wel op een gegeven moment... ik heb al erg veel waardering voor jou. Okay. Ik zeg, wat bedoel je daarmee dan? Ik zei, jij laat niet over je heen lopen. Ik zeg, maar dat is jouw mentaliteit. Dat je probeert over mensen heen te lopen. Dat staat mij niet aan. Maar goed, voor de vakman Louis van Gaal heb ik ontzettend veel waardering. Nee, dat begrijp ik. Ja. Maar in de sociale media werd er ook hard op jou gereageerd. In de zin van, hoe de fuck is... Tuurlijk. Ja, dat krijg je dan. En dan op zijn Nederlands. Kijk, je wint dat soort dingen win je natuurlijk nooit op sociale media. Dan, nee, precies. Dan verlies je het natuurlijk altijd.
wedstrijd. Maar goed, ik vond maar het ik weiger gewoon om mij de les te laten lezen door, eigenlijk door wie dan maar ook. Maar dat is eigenlijk niet exemplarisch voor de manier waarop jij met heel veel beroemde mensen omgaat. Nee, want ik denk dat je zo ongeveer de hele sportwereld en alle... Ja, toch ook buitengewoon belangrijke voetballers, wereldsterren, trainers, voetballers. Dat je daar niet alleen mee omgaat, maar ook goed mee omgaat. Ja, zeker. Ja, zeker. Precies. Ja. Nee, we hebben ook een foto van jouw optreden met Willem van Hanegem. Ach, Willem, ja, tuurlijk. Bijvoorbeeld. Ja. En daar zitten jullie heel gezellig te praten. Is dat, voor welk programma is dit? Of nee, dat is, hadden wij samen een boek gemaakt. Okay. Willem de voetballer. Dat was echt een boek over de voetballer van Hanegem, hoe hij was. Ja. En, met name een beeldboek. Ja. En daar zijn we toen een aantal keren mee het land in gegaan. Dit is bij Terlede in Sassenheim. Oké. Okay. En dat is ontzettend leuk om te doen. Dan laat je een aantal foto's zien uit zo'n boek. Ja. En naar aanleiding van die foto's, Willem is een hele goede prater eigenlijk. Zeker. Als hij beelden ziet. En de man heeft ook een fotografisch geheugen als het om voetbal gaat. Ja. Dus dan heb je zo'n avondvullend programma. Ja, precies. Het aardige is dat deze foto verwijst ons eigenlijk naar een volgend filmpje. Want Willem van Hanegem is natuurlijk, behalve dat hij een buitengewoon begenadigd spreker is, of in ieder geval altijd zijn verhalenverteller. Een verteller is. Ja. Heeft hij bijvoorbeeld ook natuurlijk af en toe een afwijkende mening, waar mensen dan van denken van, hallo. Dat heb jij ook. En we laten even een filmpje zien waarin jouw afwijkende mening aan de orde komt. Een hoogtepunt in de EK-geschiedenis is uiteraard 1988, maar dan niet die krankzinnige goal van Van Basten in de finale tegen de Sovjet-Unie. Maar wat eigenlijk, vond ik, technisch een veel mooiere goal was, en ook spectaculair, daar vind ik zelfs, is de goal waarmee eigenlijk het allemaal begon op het EK. In de tweede wedstrijd, die Nederland moest winnen tegen Engeland. De eerste goal die hij maakte op aangeven van Gullit, die naar links was uitgeweken. En eigenlijk heel raar, met buitenkant rechts een voorzet gaf die achter Van Basten terecht kwam. Maar dat was ook wel weer goed, waardoor Van Basten zich vrij de bal kon aannemen. Ja, en waar dan die vervolgens op een geweldige manier Tony Adams te kijken zet. En ik dacht in eerste instantie, toen ik die goal voor het eerst zag, dat hij nog even door Gary Stevens werd geraakt, waardoor het een eigen doelpunt was. Maar het was gewoon een briljante afronding van Marco van Basten. Ja, dat was voor mij het EK-hoogtepunt. Ja, dat is natuurlijk ook heel, heel mooi, omdat zo ongeveer iedereen denkt van er zijn maar twee doelpunten. Dat ene doelpunt tegen de paal niet, maar er zijn maar twee doelpunten. Dat is van Bergkamp in Argentinië. 98. 98 in Frankrijk, kwartfinale tegen Argentinië. Precies. En natuurlijk, in Marseille. En natuurlijk dit doelpunt in 88, waarvan wij natuurlijk allemaal dachten, dat is die tweede goal. Na de voorzet van, hoe heet die, Volendammer, van Arnold Muren. De finale goal. Veel te hoge bal, veel te rare voorzet. Ja, precies. Ja. Dus jij vond het eigenlijk een half mislukte. Van Basten heeft erover gezegd van, ik had geen zin om achter die bal aan te gaan en een actie te maken. Dus ik denk, neem maar gelijk hem op. Ik gooi hem er maar gelijk in. Ja. Ja, precies. Ja, prachtig. Nee, maar wat je dus ook zegt, dat is waar. Dit doelpunt is, dat is... Maar dit was cruciaal ook natuurlijk voor het vervolg van het toernooi. Zeker. Want Nederland stond op brand van uitgeschakeld worden. Eerste wedstrijd verloren tegen de Sovjet-Unie. Ja. Overigens, die goal die jij memoreert van Dennis Bergkamp. Kwartfinale tegen Argentinië in Marseille. Precies. Ik weet nog dat ik naar die wedstrijd ging. En mijn vrouw en ik hadden toen net iets met elkaar. En ik zat al weken toen in Frankrijk. En ik vond het eigenlijk helemaal niet zo'n leuk toernooi. En ik zat eigenlijk te hopen dat Nederland eruit zou vliegen. Ja, dat ik lekker naar huis kon. Ja. Naar mijn geliefde. Ja. Maar deze goal maakte natuurlijk alles goed. En zo krankzinnig. En toen had ik er wel vrede mee dat ik langer moest blijven. En het mooie van dat doelpunt was weer dat het eigenlijk in 5 seconden van achter naar voren was. Ja. 5 seconden, 3 seconden. Met die voorzet. Ja, lange trap van Frank de Boer. Van Frank de Boer, precies. Daarom, Frank, we hopen dat hij het deze week goed gaat. Ik heb er een hard hoofd in. Daar wil ik aan het eind nog even met je over praten. Want ik denk dat jij daar ook wel meningen over hebt. Over wat natuurlijk we de komende weken te zien gaan krijgen. Maar ik wil het nu over een heel ander onderwerp hebben. Dat is de derde tak van sport waarin jij heel erg bezig bent. Dat is de uitgeverij. Ja. Je bent sportuitgever. Ja.
geworden? Ja, geworden, ja. Oké. En, noodgedwongen soort van, zelfs. Ik deed het blad Johan magazine. Zeker. Prachtige voetbalglossie. Ja. En dat hield op te bestaan. Ja, en toen ben ik eigenlijk van lieverlee steeds meer gaan schrijven voor mijn vriend en tegenwoordig compagnon Mattie Verkamman, de voormalige voetbalchef van Dagblad Trouw. Nu wonen in Zeeland eigenlijk. Ja, Kats, aan de voet van de Zeelandbrug. Ja. En ik ging steeds meer werken voor Mattie's uitgeverij, dat heette De Buitenspelers. Ja. En nou, dat is een ingewikkeld verhaal, maar het kwam erop neer dat op een gegeven moment De Buitenspelers werd overgenomen door Voetbal International, althans het concern waar Voetbal International in zat. En toen hebben wij wat problemen gekregen met Johan Derksen, die daar een vinger in de pap kreeg. En toen zijn we daarmee gestopt en toen zijn we opnieuw begonnen als onze huidige uitgeverij, Kik Uitgevers. En daar ben ik dan mede oprichter van en mede eigenaar. Oké, en maar je was al eerder natuurlijk aan het schrijven geraakt. En, ja, zeker. En, maar de laatste tijd schrijf je en geef je uit. Ja. Precies, nu een soort de dubbel functie. Precies, precies. We hebben ook een. We konden niet alles, maar we hebben een foto van jou waarin je inderdaad aan het scheppen bent. Nou ja, hier ligt een blad Johan nog op de voorgrond. Dit is in mijn werkkamer thuis. Ja. Met uitzicht op Leiden. Met uitzicht op Leiden. aan de rand van de Moscheus met uitzicht op Leiden. Dat moet heel inspirerend zijn. Dat is heel inspirerend, absoluut. Zeker, en het waterrad zie ik ook vanuit mijn werkkamer. Ja. Maar je hebt als uitgever heb je ook hele krasse staaltjes laten zien. En dat laten wij nu ook zien. Ja. Want de volgende foto, dat is niet te geloven. Dat gaat over een boek, dat is... Feyenoord de grootste. Ja. 2016. Maar ook de zwaarste. Ja, was meer dan 30 kilo. Dat is een boek van 35 kilo, ongeveer 35 heb ik kilo, begrepen. Ja. Ja. Zijn er veel boeken in dit land die dikker en zwaarder zijn? Ja, volgens mij is het grootste, in ieder geval op sportgebied, het grootste boek wat ooit in Nederland uitgekomen is. Had je daar een bepaalde reden voor? Ja, ik was een aantal jaren eerder bezig met de carrièreboek van Edwin van der Sar te maken. Ja. En toen was ik samen met Mattie Verkamman, met mijn compagnon, was ik in Manchester. Hadden wij een bespreking op Old Trafford, het stadion van Manchester United, om te kijken of er ook een Engelse versie kunnen komen van het boek, ondersteund door United. Dat is er uiteindelijk niet van gekomen. Maar in ieder geval, ik zag daar een fantastisch boek liggen in een vitrine met witte handschoentjes erbij. En dat was het Opus boek United. Okay. Een boek van 50 bij 50 centimeter, 1000 pagina's dik. Kolossaal ding. Ja. En Mattie en ik keken elkaar aan en toen zeiden we, dit gaan we ooit in Nederland doen. Ja. En dat zijn we gaan doen. En waarom nam je Feyenoord? Feyenoord was daar ook wel geïnteresseerd in. En toevallig waren er een aantal supporters, die waren bij Celtic geweest en die hebben ook zo'n boek. En die hadden gezegd van, goh, wij zouden wel willen dat er van onze club zo'n boek zou verschijnen. Okay. Dus wij hebben toen de handen ineen geslagen, die supporters en wij. En we zijn het boek gaan maken. Okay. Twee jaar mee bezig geweest. Ja. Heb je zelf enige voorkeur? Want je hebt ook, je bent ook heel sterk met de Ajax bezig. Ja. Is er een bepaalde club, behalve misschien ASC, waarvan je zegt die heeft mijn bijzondere voorkeur? RCL Leiderdorp natuurlijk, waar ik jarenlang gespeeld heb. En Rijnvogels in Katwijk, waar ik gespeeld heb. Als kind, 1967, ik zal het nooit meer vergeten. Het seizoen 66-67, eigenlijk het grote doorbraakseizoen van Johan Cruijff. Ja. Bij je laatste thuis Elsevier Magazine, althans mijn vader. En er verscheen toen een cover met Cruijff, Keizer, Zwart en Nuniga. Ja. Ajax vuurt met 4. En dat was die legendarische foto van Paul Huff. Een fantastische foto. Nou, en die foto heeft mij doen besluiten om Ajaxie te zijn. Oké. Okay. Dat viel ook samen met de opkomst van Cruijff natuurlijk. Ja. Dus ik ben als kind was ik enorm Ajaxiet. Maar wordt het jou niet, wordt jou dat in Rotterdam niet kwalijk genomen? Nou ja, het grappige is dat op een gegeven moment als je professioneel in het voetbal werkzaam raakt, zoals ik als journalist, dan gaat die voorkeur er vanaf. Ja. Ik heb op een gegeven moment ook bij Ajax dingen meegemaakt dat ik gewoon dat je bijna een hekel aan de club krijgt vanwege rare ontwikkelingen. En, dus ik ben voetballiefhebber in zijn algemeenheid. Ja. En in het begin was het bij Feyenoord wel een beetje vreemd. Dat ze noemden me zelfs, dat is dan heel vervelend in Rotterdam, is dat dan snel de Jaap de Jood. En dat die Amsterdammer, dat die Ajaxiet ons de ultieme boek gaat maken. Maar ik wist ze al snel te overtuigen, omdat ik vaak meer van hun clubgeschiedenis afwist dan zij zelf.
Dat is natuurlijk heel belangrijk. Ja. Nee, zeker. Om nog even aan te geven dat jij het ook toch wel leuk vindt om met Ajaxide om te gaan, hebben we nog een volgende foto. Waar de beroemdste Ajaxide ook op staat. Ja. Dit is natuurlijk ook geweldig. Ja, dan had ik het boek Dennis Bergkamp geschreven. Ja. Daar zit de links de Nederlandse uitgave. Zeker. Joekel van een boek ook. Ja. En in het midden is de Engelse vertaling. Heb ik, Gaat zo'n Engelse vertaling, loopt dat nou? Die hebben we toen, achteraf heb ik er spijt van, want die hebben toen de rechten heb ik verkocht aan een Engelse uitgever. Okay. En het is toen ook in Engeland genomineerd als sportboek van het jaar. Okay. Het liep als een tierenlier, dus ik had beter had ik een fee kunnen vragen per verkocht exemplaar. Ja, dat kan me voorstellen, want en Bergkamp is net ook in de Hall of Fame opgenomen. Ja, hè? Zeker. Ja. En bezig om eigenlijk de boel over te gaan nemen met een paar maten. Patrick Vieira en Thierry Henry. Okay. Dus het zou me niet verbazen als Dennis over een jaar of zo een dikke meneer weer is, een grote meneer bij Arsenal. Zo. In de organisatie. Zo. Maar dit was heel mooi, want dit was op een terrasboot, een horecaboot in Amsterdam-West, Oud-West, vlak langs de A10, waar Dennis opgegroeid is. Okay. En Dennis zei van als het boek uit is, dan wil ik per se de presentatie in mijn oude buurtje hebben. Okay. En Johan Cruijff is dan nooit te beroerd om daar ook bij te zijn? Nee, ja, het was wel grappig, want wij waren daarvoor zijn wij even gebrouilleerd geweest, Johan en ik. Ja, dat was vanwege het blad Johan. Hij vond het maar niks dat wij met die naam aan de haal gingen. Die was niet gedeponeerd. Nee, Cruijff was gedeponeerd, nummer 14 was gedeponeerd, maar Johan was vrij. Dus wij zagen het als een eerbetoon en hij zag het als... Als over zijn rug geld maken. Ja, precies. Maar hij is wel heel erg sportief hoor, geweest in dat opzicht. Want toen hij hoorde dat ik bezig was om het boek Dennis Bergkamp te maken, toen zei hij, nou, natuurlijk doe ik daar aan mee. Ja. En ik kom ook bij de presentatie. En hij is ook heel lang blijven hangen bij die presentatie. Ja. En het is nog niet zo lang voor zijn dood geweest, denk ik toch? Dit is dit was 2013. Ja, nee, oké. Okay, ja. Hij is toch alweer een aantal jaar dood. Ja. Goed, dit is eigenlijk zo ongeveer alles wat we mogen laten zien. Maar je hebt nog zelf een primeur, want deze week is er weer een boek van je uitgekomen. Ja, ik heb zoveel, je zei net al dat ik stevig met Ajax ben bezig geweest. En, ik heb recentelijk boeken van Sjaak Zwart, Johan Neeskens, Piet Keizer gemaakt. Maar er bleef toch nog wat restmateriaal over. En ontzettend veel mooi beeld wat ik links en rechts had gevonden. Dat ik heb gezegd van als het 50 jaar geleden is dat Ajax de Europa Cup won, dan gaan we het ultieme Europa Cup boek van Ajax maken. En dat is het boek trilogie geworden over 71, 72 en 73 gloriejaren van Ajax. Oké. En dat is nu al uit? Het is nu uit. Het ligt nu in de winkel. En de bestellingen die... Die in de voorfase zijn geweest. We hebben er al ontzettend veel verkocht in de voorverkoop. Okay. En die zijn als het goed is nu bij de klanten. Hebben ze er zijn twee uitgaven, twee edities. De luxe editie is deze met een onwijze leuke sweater erin. En dit is de standaard editie. Geweldig. En dit is een icoon editie die heet Ruud Krol deze. Wanneer is het Vaderdag? Ja, daarom. Het is een uniek Vaderdag geschenk. Volgens mij zit dat eraan te komen. Oké. Ja. Geweldig. Nou, heel veel succes ermee. Ja, dank je. En bedankt voor het, wat ik vond, erg aardige gesprek wat we hebben mogen voeren. Dat je nog maar heel veel mag schrijven. Dat je nog maar af en toe mag ruzie maken. Ja. Dat je je mening maar in ieder geval mag handhaven. Goed zo. Want daar hebben we in Nederland heel veel plezier van, denk ik. En wie gaat het EK winnen? Nederland niet in ieder geval. Okay. Wie wel? Ik denk dat Italië een goede kans maakt. Ik denk Frankrijk. Okay. De kijkers zullen het zien binnen enkele weken. Dank jullie allemaal wel.